grootste verschil tussen de basisschool en de middelbare school is... op de basisschool heb je kleinere pauzes. Je hebt om het uur andere docenten, andere vakken, heel veel huiswerk. Op de basisschool ging ik veel tikkertje en verstoppertje spelen, maar nu speel ik echt veel voetbal op het voetbalveldje. Het verschil tussen de basisschool en de middelbare school is de hele lange gangen. En ik heb altijd verschillende docenten gehad. En op de basisschool had ik er maar één juf of meester. Het leukste is van het hebben van verschillende docenten is als er één chagrijnig is, dat je dan niet die docent de hele dag hebt. Mijn eerste week op de middelbare school was gewoon een beetje, ja, gewoon rondlopen en achter de kinderen in mijn klas aanlopen. En ik liet gewoon om me afstromen en kijken hoe het ging eigenlijk. Ja, op het CLV heb ik snel nieuwe vrienden gemaakt. Eerst in de klas en later ook buiten de klas. Maar dat had ik eigenlijk niet verwacht dat het zo snel ging. In sportklas kom je veel meer andere klas tegen van andere niveaus. En dan kom ik snel nieuwe vrienden tegen. Toen ik mijn klassenlijst kreeg, toen werd ik geappt door een jongen via Instagram. En hij zei, hey, ik zit bij je in de klas en zo hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen. Nou, het CLV heeft dus verschillende talentenklassen, zoals sport, kunst en cultuur, science en business. En ja, het is maar net wat meer bij je past. Zelf heb ik voor kunst en cultuur gekozen. Nou, ik doe de talentenklas business. En daar leer je eigenlijk zelf veel organiseren en geld verdienen. Als je dyslexie hebt in de klas, dan mag je bovenaan je blad een D zetten en moet je een pasje op je tafel leggen. Dan houden ze rekening met de spelling. Dus dan gaan ze daar geen punten van afhalen. Op het CLV hebben we ook maatwerk. Dat is eigenlijk een soort hulplijn. Als je geen tijd hebt voor huiswerk, dan kan je dat maken. En ik doe het zelf op maandag tijdens Frans. Ga ik naar de mediatheek, de bibliotheek. Ik doe maatwerk omdat ik op maandag geen tijd heb om voor dinsdag huiswerk te maken. Want ik moet op maandag dansen en daar moet ik gelijk uit school heen. Oh ja, ik zit op studiebegeleiding omdat ik bepaalde vakken wel moeilijk vind. En daarbij wordt het echt een beetje geholpen door andere docenten die daar werken. Buitenschool heb je ook nog andere activiteiten zoals skikamp, zeilkamp, een schoolfeest en nog een LAN-party waarbij iedereen zijn computer of PlayStation meeneemt en daarmee gaat gamen. Ik vond de musical heel erg leuk, want ja, dan treed je toch met z'n allen op en daarna heb je ook een afterparty met z'n allen, dus dat is wel heel erg gezellig. Dat ik mee heb gedaan aan de musical, omdat het toch wel leuk is dat je mee mag doen in de eerste klas, want dat komt niet zo heel vaak voor. Ik ben bij meerdere scholen wezen kijken, maar ja, toen kwam ik bij het CLV en hier voelde ik me wel echt thuis. Nou, later weet ik nog niet echt wat ik wil worden, maar het lijkt mij wel leuk om dingen te ontwerpen. Of juist politieagent of advocaat of iets, allemaal verschillende richtingen, maar het lijkt me allemaal wel leuk. Ik wil later cameraman worden. Ja, ik wil denk ik wel profvoetballer laten worden. Ik weet nog niet wat ik graag later wil worden, maar ik denk iets met kinderen. Nou, ik zou later graag acteur willen worden, want dan kan ik me vrij zijn.